Hi, welkom bij onze tweede vlog. We zijn in Amstelpark Speelpark. En we dachten, laten we nog even een vlogje eruit gooien. Aangezien zoveel mensen gevraagd hebben wanneer onze tweede vlog online komt. Huh? Na drie maanden. Na drie maanden komt onze tweede vlog. Tot zover onze wekelijkse, maandelijkse vlog. Dus ja, wat hebben we gedaan vandaag? We zijn naar Creo geweest. Ja. Was lekker. Wat is Creo? Leg even uit aan de kijkers. Creo, ja. Creo is een. Noem je dat een tunnel of een cabine? Cabine? Cabine. Tunnel. Een tunnel. Een soort van een korte tunnel. Van min 140 graden. Ja. En dus goed voor je herstel. Viel er bij mij niet heel wat te herstellen, maar. Ja. Ik heb heel ontzettend zware benen net twee dagen. Dus dat was Creo. Ja. En toen? Niet aan speeltuin. Gaan we het al vertellen? Gaan we het vertellen? Natuurlijk. Ja, we zijn in bootjes geweest. Zie jij, is leuk. Er waren echt leuke bootjes. Ja. Maar eigenlijk is het een speelpark voor kinderen. Zeg maar. Tussen 4 en 6. Ja. 4 en 6 jaar. Alleen voor mensen boven de 25 werkt het ook lekker. Het is lekker zeer ontspannend. Dus nu zitten we. We hebben een speeltuintje gevonden. Dat ligt hier voor ons. Het zijn zeer moeilijk uitvoerbare spelletjes. We hebben er een poging aan gewaagd, maar. Fitnessspelletjes zijn het weliswaar. Ja. Maar zeer uitdagend. Ja. En voor de rest. We hebben ook nog geluncht. In Amstelveen. Oh ja. Broodje kroket. Ja. Twee kroketjes, twee kalfskroketjes. Ja, lekker. Ja. En een ijsje met? Mijn spikkels. Spikkels. Wat ook op mijn jurk zit. En ook best over op de tas. Zo warm is het dus. Je kan eigenlijk geen soft ijs bestellen. Ik zweet al. Het is ook echt warm. Dus. Wat gaan we nog verder doen? Colaatje drinken. Lekker. Waar gaan we colaatje drinken? Locatie nummer 3. Welkom in de speeltuin. Mag ik u legitimatie even zien? Bent u wel 6 jaar? Ga je gang. Stop in de verscherping of keer terug naar de aanlegplank. Ja, wacht even. Je zit voorbij, moet je. Ja. Nee, ja, wacht. Nee, wacht. Ik kom aan. Wacht even. Ja, zo zit je dan. Alleen op het water. Die, ik ga niet meer nu naar die. Maar ik kan niet schuiven. Heb je zien? Oh, wacht. Ik zie hem. Dat is een stok? Wat vond je hiervan? Ik snap het niet. Hoe je van een glijbaan? Ja. Jij? Ja. Dat is wel hoog. Hij is echt hoog. Ik ben bang dat ik blijf hangen. Oh, dat kan niet. Hij is dicht. Kijk. Oh ja.
Helaas. Voel je weer kind? Mm-hmm. Teer in mijn tas ook. Spikkels. Filter op. Ja. Voel mijn spikkels. Spikkies. Nou, welkom bij locatie nummer 3. We zitten op Rembrandtplein. Bij Opera. L'Opera. 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 En nou, we zitten even aan een colaatje. Ja. En jij moet vanavond werken. Knippen. Kunnen we een oproepje doen? Hm? Een oproepje. Een oproepje. Ja, nog modellen nodig. Ja, schouderlengte haar. Schouderlengte haar. Dat is net iets korter dan ik. Nou, wel een stuk korter. Zo'n stuk korter. Haar tot hier. Ja. Dan kan je dus laten knippen door Sof. Op. Klinkt heel dinsdagavond. Ja. Dinsdagavond. Dus mocht je dat willen, doe even... Je e-mail hieronder achterlaten. Dus het is nu van date naar knipmodel. Ja. Je mag ook nog steeds voor een date als je dat wil. Laat ook even je telefoonnummer en je e-mailadres achter. We kunnen altijd kijken of we je terugbellen. Of mailen. Zou jij het warm hebben? Jeetje. Ah ja, weet je, sommige, als het 34 graden is, dan kan je best gewoon lange kniekousen aan doen en een UX. Op Rembrandtplein kan dus alles. Het kan letterlijk alles. Alles. Ik zag aan de slag naar een Leidseplein. Ja, meer toeristen. Ik heb even een slok van cola. Moet ik Heidi ja. gaan doen? Oh, nee. Ja, dat kan je hier dus ook zomaar meemaken. In de broekschuim. Oh. Oh, het gaat wel echt... Zal ik een slok van cola geven? Of zo. Oké. Zonder mijn cola geweest, moest ik weer wachten. Ja, de bediening hier is niet best. Het duurt heel lang voordat je wat krijgt. Ja, voor de rest ben ik wel heel blij met mijn colaatje. Gelukkig. Echt. Het is altijd wat, hè? Ja. Zomer is weer bontjas weer aan. Ja, die vrouw gaat echt niet helemaal lekker, hoor. Zal ik geven? Heel even. Zeven water. Nou, bedankt voor het kijken naar onze vlog. Je kan ook een comment achterlaten als je iets anders wil zien van ons. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Natuurlijk. Ja, we hebben al die vlogjes, krijgen ze dat toch? Nee. Nou, en dan zeg ik. Cringe video van jou. Ik ga niet zeggen dat het volgende week niet is van mij. We gaan proberen om iets eerder een vlog te maken. Poging tot. En dan zullen we nog wat leuks laten zien. Of zo. Zou je daar. Oké, nou. Gezellig, bye bye.